Provincie draagt een van de laatste stukjes PSD-erfgoed over. Het is maandag 28 juni, dit is Zeeland Nu. Leven en broodje kroket moet terugkomen. Afrikaanse student kan al een jaar niet naar huis. En zorgen om balkonnest in Terneuzen. Goedenavond. De oude terminal van de PSD op het Veerplein in Breskens is verkocht. De provincie heeft de gebouwen en het terrein vanmiddag overgedragen aan de nieuwe eigenaar, die van het terrein een levendige plek wil maken. Uitgestorven was het de afgelopen jaren niet, dankzij een biologische thee- en koffieschenkerij. Maar de drukte van vroeger is verdwenen. Tot 2003 stonden hier rijen auto's te wachten voor de overtocht met de boot naar Vlissingen. Wat ondernemer Erik van Damme het groene betreft, moet die levendigheid weer terugkomen. Fietsverhuur, een pop-up horeca voor dit jaar. En daarna gaan we eigenlijk werken aan de plannen voor de langere termijn. Om dit eigenlijk gewoon in te vullen op een manier die recht doet aan de omgeving. De sleutel van het hele complex. Dankjewel. Veel succes de komende periode. Van Damme is een grote recreatieondernemer in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hij is onder meer eigenaar van strandcamping Groede. Wat hem betreft was dit een buitenkansje. Dat is een plek als poort naar ons gebied. Zowel vanuit de N61 als vanuit Vlissingen, maar ook vanuit Breskens richting kust of vanuit kust richting Breskens. En ik dacht wel van nou, die plek heeft meer in zich dan hoe die er nu uitziet. Dus dat triggerde wel om daar een plan op te maken. De dorpsraad van Breskens is blij met de verkoop, maar hoopt wel dat er wel degelijk iets met de trein gaat gebeuren. Maar volgens Van Damme komt dat wel goed. Ja, wij gaan ons best doen om er echt iets moois van te maken. Waarbij Breskens trots kan zijn op deze plek, waarbij de regio trots kan zijn. En waarbij het uiteindelijk ook gewoon een mooie plek is om voor kortere of langere tijd te bivakkeren. Erik van Damme wil deze zomer al beginnen met het verder ontwikkelen van het trein. En bij de voormalige PSD-terminal in Breskens staat verslaggever Remy Oppeneer. Remy, waarom is deze verkoop nou zo belangrijk? Het is natuurlijk een iconische plaats, hè? De plaats waar de veerboot vanuit Breskens richting Vlissingen vertrok. Voor veel Zeeuwen is dit een heel bekend plekje wat ze allemaal wel eens bezocht hebben in het verleden. En het heeft natuurlijk ook best wel wat gevolgen voor het dorp Breskens. Want ja, stel dat er hier festivals en dergelijke georganiseerd kunnen worden, betekent dat ook wat voor de levendigheid, voor de toestroom van mensen. En dat kan gevolgen hebben voor het dorp, ook al ligt het er net een beetje buiten. Ja, nu hoorden we net plannen over een fietsverhuur en horeca. Maar ja, goed, het plein is groter dan dat. Wat zijn de verdere plannen? Ja, die twee dingen die moeten dit jaar nog gerealiseerd worden, is althans de planning van de koper. Ja, en andere dingen zijn nog niet helemaal duidelijk. Dat is echt een beetje voor op de langere termijn. Er wordt al gesproken over een klimtoren, misschien een verbinding tussen de twee gebouwen die hier staan en allerlei dingen die toeristen kunnen trekken bijvoorbeeld. Alleen dat is echt iets voor de langere termijn. Dat moet binnen nu en een paar jaar gerealiseerd worden. Ja, nu is een groot deel van het terrein in gebruik als parkeerterrein, populair onder veerbootgebruikers en dagjesmensen. Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, dat blijft voorlopig gewoon. Het is heel simpel. Het is hier hartstikke druk. Je ziet het misschien achter mij overdag staan hier tientallen auto's van mensen die inderdaad naar de overkant gaan of hier in de omgeving gaan ontdekken. En de koper heeft al gezegd van ja, ik heb hier voorlopig geen zeggenschap over. Dus voorlopig kunnen mensen hier zonder problemen blijven parkeren. Remy, dankjewel. Uit een analyse van de coronaweekcijfers blijkt dat de daling van het aantal besmettingen in Zeeland stagneert. Was de daling in mei per week nog fors, gaat de daling nu steeds langzamer. En in de Zeeuwse ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten licht toegenomen in de afgelopen week. Er liggen nu 6 patiënten in het ziekenhuis. 5 liggen er in het ADRZ in Goes, waarvan 4 op de intensive care. En in Terneuzen ligt 1 patiënt in het ziekenhuis, nadat er daar 2 weken lang geen enkele coronapatiënt was opgenomen. Om het aantal ongevallen met landbouwvoertuigen terug te dringen, kregen Vlissingse basisschoolleerlingen les over de gevaren van trekkers op de weg. En dat kan nog wel eens van pas komen, vinden ze. Best wel belangrijk, want je hebt namelijk wel heel je leven lang dit kennisje nodig. Soms als we naar school gaan, of dat je niet zo dicht bij zo'n voertuig moet gaan staan, maar wat verder afstand houden. En dan mag je even in je linkerspiegel kijken of je mijn collega ziet. En waarom zie je hem niet? Omdat hij achter dat ding staat. En hoe noem je dat? Waar je hem niet kunt zien? Bij de dode hoek. Ja. Nou, dan denk ik dat ik wel extra goed moet oppassen voor de dode hoek. Want ik wil er niet onder liggen. Toch een keer op een dag je leven misschien wel redden. Ja. Ze zijn geboren, ja. Alsjeblieft. Dankjewel, wat een verrassing.
Feest, maar ook zorgen in Terneuzen. De eerste eitjes van het torenvalkpaar dat broeden op een balkon zijn uitgekomen. Maar daar is alles wel mee gezegd, want twee eieren zijn niet uitgekomen. Eén vogeltje is al overleden en met de andere twee gaat het ogenschijnlijk ook niet zo heel erg goed. De eerste keer was een donzig kuikentje. De tweede keer was één kuikentje een beetje nat, dus waarschijnlijk net uit het ei. De derde keer waren ze allebei donzig en vandaag zijn ze allebei nat. Dus ik was eigenlijk bang dat er eentje dood was. Zorgelijk om te zien. Volgens de werkgroep Roofvogels Zeeland is het normaal dat de kuikens na een aantal dagen minder mooi worden. En maakt zich voor nu geen zorgen. We hadden nog wat oranje vlaggetjes, nog een oranje hoed en een tas. En de kleurtjes natuurlijk voor op de wangen en de ballonnen. En we hebben nog een broodje over. Maar die voetbalspullen gaan na de wedstrijd van gisteren natuurlijk allemaal de deur uit. De spulletjes die bewaard kunnen worden, die gaan aan het magazijn. En we hopen tot volgend jaar voor de wereldkampioenschap. Ja, het is te hopen. En voor de kinderen is er nog een verrassing. Die zien de ballonnen en die mogen ze nu meenemen aan de kassa. Dus dat zullen ze best leuk vinden. Veel buitenlandse studenten hadden het de afgelopen coronaperiode erg moeilijk. Door het gedwongen thuiszitten en omdat ze niet terug konden naar hun familie. Zoals chemiestudent Nally Boeren uit Namibië. Vorig jaar zomer zou ze terugreizen naar haar familie, maar dat ging onverwachts niet door. En dat hakte erin. I did have my ticket, everything was booked. And just the day before I could go home, I was told that, you know what, the president now made an announcement that all borders are closed. It must have been tough for you. It really was. It really was. Nally staat hierin niet alleen. Het merendeel van de buitenlandse studenten in Nederland geeft aan te kampen met depressieve gevoelens. En bij de HZ in Vlissingen kregen de studentenpsychologen afgelopen jaar 3 keer meer hulpvragen binnen dan andere jaren. Maar Nally kreeg het wel heel erg zwaar voor de kiezen. Last year during the pandemic as well, I lost a lot of friends and it affected me so much that I couldn't go home to be there for them. The reason why I was really looking forward to go home was I had lost a really close friend of mine during that time and I was like, you know, at least I'm gonna get to say goodbye to them. But that just didn't happen. And I wish that I could get some closure. Because even now, sometimes when I'm thinking of going home, I still forget that I have lost some of my friends. I still make plans that, oh, I'm gonna see this person. And then I remember that, no, this person's not gonna be there when you get home. So it was really a hard time. And being on your own, dealing with your own emotions, not having friends to be there for you, that, yeah, it got me really low. And I think that's when my motivation also started going down with school. And I just, it was really even difficult to get up in the morning. Gelukkig vond ze steun bij de huisgenoten in haar studentenhuis. En dat sleepte haar er doorheen. When I moved to the second year, I was living alone. And that's why I was really sad, because of course I couldn't see my friends. But now that I lived in a student shared house, I feel like I can go over to my friend, I can knock on their door and be like, you know, I'm feeling a bit homesick, maybe we can watch something. And they're always really understanding. Ze is nu van plan om binnenkort alsnog naar Namibië te reizen, als het dit keer wel doorgaat. I have my ticket now booked for the 3rd of July. So I can hopefully go there, not hearing that, oh, you know, you can't enter the country now. Sorry, you have to turn back. Because I think if I have to wait another year, I'm gonna go crazy. Really, I am. Ruim 100 gebouwen, verhalen en voorwerpen zijn zo mooi dat de gemeente Tholen ze eeuwig moet bewaren. Dat vinden althans de inwoners, die massaal hebben gereageerd op de vraag welk erfgoed mag nooit verloren gaan. Inmiddels zijn een paar wensen geselecteerd, waaronder die van de historische werkgroep Sint Maartensdijk. Het is belangrijk dat het niet vergeten wordt. En dat wordt het ook gewoon niet. Maar als we niks doen, dan gebeurt er helemaal niks. En wat dan? Wat blijft er dan van over? Er wordt er misschien ooit op gebouwd, of juist niet. Maar zachtjes aan wordt het vergeten. Vanwege de rijke historie zet de werkgroep zich in om het voormalig kasteel van Sint Maartensdijk weer op de kaart te zetten. Het was een van de grootste kastelen van Zeeland. En rond de 13e eeuw is het gebouwd. 1818 is het laatste gedeelte helemaal afgebroken. Maar er zijn best wel veel belangrijke bewoners hier geweest.
Op het terrein staat nu een woonhuis, maar er zijn nog elementen zichtbaar die herinneren aan het verdwenen kasteel. Wat je heel goed kan zien is natuurlijk Slotgracht. En aan de zijkant van de Slotgracht zie je nog stenen liggen. En dat zijn echt nog stenen van de oude voorburcht. En dat is wel heel mooi. De werkgroep is er ook erg blij dat hun wens is geselecteerd door de gemeente. Dat vinden we een enorme eer. En dat wil dus ook zeggen dat het heel belangrijk is. En dat het goed is dat het verhaal verder verteld wordt. En dat biedt nu mogelijkheden. De werkgroep heeft ook al een aantal ideeën om het voormalig kasteel weer onder de aandacht te brengen. Ten eerste het verhaal vertellen. We zijn nu druk bezig met de website. En daarna hopen we, misschien in overleg met de eigenaar van deze grond, om de contouren misschien zichtbaar te kunnen maken. Of een bord hier aan het begin. En bezoekers kenbaar te laten maken van hoe heeft het hier eruit gezien. De overblijfselen van het kasteel van Sint Maartensdijk staan dus in ieder geval op de erfgoedlijst. Maar er hebben nog veel meer mensen en organisaties gereageerd. En dan moet u niet alleen denken aan fraaie boerderijen of de kernen die een bepaalde opbouw hebben, met stratenpatronen of historisch belangrijke gebouwen. Het gaat ook om immaterieel erfgoed, de streekdrachten, een aantal gebruiken die er zijn op Tholen, maar ook dialecten. En dat alles bij elkaar moet je kunnen duiden en kunnen waarderen. En ook afspreken met elkaar wat je daarvan belangrijk vindt voor de toekomst en ook voor je huidige functioneren als gemeente. Daarnaast wil de gemeente de erfgoedvisie ook gebruiken voor andere doelen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Als wij vanuit wat wij hier waardevol vinden, wat mooi is, wat we graag willen laten zien, ook de link kan leggen naar dat soort ontwikkelingen, ja, dan doe je een denkgoed. Het werk van de stichting Streekdag Tholen past helemaal in dat straatje. Ze hebben dan ook met een duidelijk motief gereageerd op de oproep van de gemeente. Ten eerste dat er meer belangstelling is voor de stichting Streekdag Tholen, dus voor het dragen van en het presenteren van de traditionele kleding. Maar dat er ook jongere mensen zijn, zowel mannen als vrouwen, of jongens en meisjes, die dat met de stichting Streekdag zouden mee willen doen. De stichting is blij dat hun wens ook al is gehonoreerd. Want dat zorgt voor extra aandacht voor de streekdracht. Dat is geweldig. En het betekent ook dat ze ook belangstelling hebben en waardering hebben voor het feit wat wij doen met die streekdracht. De gemeenteraad beslist in oktober hoeveel geld er beschikbaar is voor het Tholse erfgoed. Na het onweer van gisteren begon het vandaag met nevel en mist. Het bleef van de rest van de dag ook vochtig en benauwd. Vanavond kan er nog een regen- of onweersbui vallen, met morgenochtend weer een mistige start. En de rest van de dag zwaar bewolkt met af en toe regen en motregen. Maar voordat we afsluiten, verwijs ik nog even door naar onze site. Want daar staat een verhaal over nieuwe bewoners van Zeeland. Niet zomaar eentje, maar honderdduizenden zeenaaktslakjes hebben het Veerse meer ontdekt. De beestjes gaan voorlopig door het leven als, schrijft u thuis even mee, de witgestippelde knuppelslakken. Omdat ze nou daar nou eenmaal het meeste op zouden lijken. Volgens de experts dan toch. Maar hoe het precies allemaal zit, is te lezen op onze site en in de app. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een fijne avond.